Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Cooler Master, computerbestel.nl en vrloods.nl. Virtual reality gaat een ding worden, of althans dat denken wij bij GamersNet en we willen er ook op inspringen. We willen klaar zijn en voorbereid op de toekomst en daarom gaan we een virtual reality PC bouwen. Of in ieder geval, we willen een oude PC van ons proberen virtual reality ready te maken. En daarom staan we in Friesland bij onze vrienden van Computerbestel. Johan is erbij. Ja, zeker toch? Ja, zeker. Je staat in de VR-loods. Ja. Ik kan wel alles 3D meestreamen tegelijkertijd. Ja. Helemaal prima. Wat gaan we doen, toch? We gaan proberen mijn oude Fallout PC case mod die we in een eerdere video al een keer gemaakt hebben. Gaan we proberen VR ready te maken met behulp van jouw expertise in het bouwen van virtual reality systemen. Ja. Je ziet er zo expert uit. Ja, dankjewel. Ik heb natuurlijk een paar componenten voor je meegenomen. We hebben hier natuurlijk het MSI moederbord. Mooi. Cooler Master voeding. Ik heb hem zelf ook. Asus Strix videokaart. En wat is er heel speciaal aan dit videokaart? Dat videokaarten veel te duur zijn tegenwoordig. Of gewoon niet verkrijgen. Ja, ik bedoel, miners, bedankt dat jullie bitcoins willen minen en wij daardoor niet fatsoenlijk kunnen gamen. Je hebt alsnog een videokaart weten te fixen, netjes. Mijn persoonlijke, nu werkt mijn HTC5 ook niet meer. Maar, ik dacht, je hebt gewoon van onder je bed of zo heb je nog een aantal videokaarten liggen. Stiekem. Ja. En we hebben natuurlijk 60 gigabyte geheugen, niet 7 processor, een waterkoelblok. En waarom een waterkoelblok? Hitte. En we moeten er vanaf. En ik zie hier dat je allerlei pijpjes en rietjes en buisjes hebt meegenomen. Dus we gaan gewoon een watergekoeld VR-systeem bouwen. Ja. Ik weet mijn god niet hoe dat moet. Dus ik heb je expertise heel hard nodig. Want super. Ik heb wel wat PC's gebouwd, maar dit is the next chapter. Ja. Maar goed, we gaan het zien in deze oude kast. Maar die moeten we dan eerst nog even uit elkaar halen, want alle grocht moet er hier uit. Maar goed, here we go. Het is tijd om een VR-PC te bouwen in de VR-loods. Top. Hey, daar ben je weer. Zo kennen we hem weer. Tenminste, zo ken ik hem weer. Zo is hij ook een beetje toen ik hem aan het bouwen was. Maar goed, nu is moederbord eruit, voeding is eruit, wat andere kleine schroefjes en heel veel tie-wraps zijn eruit. En nu is het zaak dat we er nieuwe dingen in gaan zetten. Oftewel. Johan, waar beginnen we mee? One rusty piece of shit. Ja, dit is echt inderdaad, dit is precies waar ik voor ging. Dit is de gedachte die ik over wil brengen als kunstenaar. Ja. Lelijk. Nee, ik vind hem echt fucking mooi. Sorry dat ik het zeg. Bij deze verontschuldiging van Johan voor mijn godschuwelijk lelijke kast. Moederbord erin om mee te beginnen? Of ja. Ja. Oké, okay, here we go. Laten we het doen. Ja, laten we het doen. Ja, waar moeten we het dan vastmaken dan? Gewoon zo. Je wil dit... Het gaat er niet om. Het gaat alleen voor de beelden. Johan wil dat ik dit ding draag. Niet omdat het veilig is, maar omdat het goed is voor de beelden. En dan krijgt hij geen gebitch op YouTube over dat hij heel onprofessioneel is. Dus nu zit ik hieraan vast. Aan niks! Ik zit niet eens vast naar dit! Oh, dit is zo ernstig. Ik ga hier niet mee werken. Super professioneel! Ik heb de... Hier, kijk, nu... Nu ben ik geleid en heb ik nog enigszins de ruimte. This is the way we do it. Ja, ga je zingen terwijl ik dit doe? Ik heb de bewegingsvrijheid van een sweatshopkind nu. Oké, dus moederbord zit erin met processor en al. En nu is een beetje de vraag van hoe gaan we in godsnaam de waterkoeling erin krijgen? Want jij hebt je snorkel set meegenomen, zeg maar. Ja. Hoe wil je dit in godsnaam gaan doen? Nou, we proberen het eens even uit. We gaan het gewoon proberen? Oké, here we go. Johan gaat waterkoeling inbouwen. Hopelijk nog met wat pointers als je dit zelf ook wilt doen. Let's go!
snap waterkoeling niet zo heel goed, maar ik denk dat dit niet... Tot nu toe mijn beste creatie. Ik zie het, want dit is mooi, dit is artistiek, dat is aerodynamisch. Nee, maar dit klopt ook gewoon. Ik bedoel, koper op roest. Ja, nee, dat is het voegt wel toe aan de looks. Het is wel soft tubing, ziet er misschien iets minder strak uit dan hard tubing, snap ik ook wel. Ja, ook dat buiten de kast en uitkomen. De radiator past niet helemaal in de kast. Nee, maar hij zit een soort van... En je hebt koelvloeistof meegenomen, dus wat dat betreft zitten we best wel... Ja. Dat is ruitenwisselvloeistof. Oh, maar wel tot min 15 graden. Maar we gaan er gewoon in. Ik heb connecties gebeld, vrienden van Cooler Master. En ik weet niet of je hiermee bekend bent. Met gewoon een kleine closed loop master liquid. En ik denk dat past misschien. Dan heb je niet het gouden met verschillende onderdelen. Zo. Ik zie wat minder kabel en een net iets kleinere. En moet je dan ook elke twee jaar weer de vloeistof vangen? Naar het schijnt niet. Ik waardeer wat je hier hebt geprobeerd. Maar zullen we anders gewoon eens even deze uit de folie halen en daarmee proberen? Ik ben de heren van Cooler Master eeuwig dankbaar. Ik denk dat dit een prima oplossing is. Dan gaan we deze maar eens proberen. Oké, nou super. Die moet op je processor. Nee. Oké, deze heeft helaas moeten sleuvelen. Fallboy zat heel mooi vastgemaakt in de kast, omdat ik ook geen videokaart erin had gezet. Nu komt er een videokaart in en het is deze joekel hier. En dat wil ook zeggen dat hij helaas niet gaat passen. Dus deze jammerlijke Fallboy moet... Helaas, spoiler alert, komt geen Fallout 5. Er komt geen Fallout 5, omdat we dit ding... Sorry Bethesda, we hebben dit jullie aangedaan. Maar goed, we gaan kijken of je een andere plek misschien op de kast kan vinden. De pokerfiches komen wel terug, maar laten we dan nu maar gewoon die enorme joekel van de videokaart erin gaan zetten. Weet je hoe mooi dat was? We waren gewoon in de gamma of zo. Toen was het echt zo van... Hey, heb je ook zoutzuur? Waar ga je dat voor gebruiken? Toen vroeg ik, maakt niet uit, maar heb je ook een heel groot bad waarin eventueel iets zoals een computer of een mens kan? Toen keken ze me aan van daar staat het zoutzuur. Tot ziens. Breaking Bad. Het voelde heel erg Breaking Bad. Zo van, hoeveel is jullie zoutzuur? Hoeveel hebben jullie? Daar hebben we hem. Het heeft even gekost, maar we hebben van het oude, rammelige, roestige bakbeest een fatsoenlijk werkend roestig bakbeest kunnen maken. Ja. En dat krijg je dan hiervan mooi met RGB en alles. Ik vind het wel. En waterkoeling. Waterkoeling met RGB. Ik ben er erg sexy van. Ingebouwd en al. Ja. Onderhoudsvrij. En het werkt hierop. Ja, maar het zit erin, hè? Je hoeft het zelf niet meer bij te vullen. Nee, dat is inderdaad kijk, wel zo'n feit. Kijk, leg het aan de kabel is natuurlijk onzin, want Cooler Master heeft gewoon prima koelproducten. Het is ook me echt meegevallen. Het was echt inderdaad zoals je zei. Het is best wel makkelijk om te installeren. Terwijl jij met je softtube systeem dat ging toch net niet. We doen maar alsof dat nooit is gebeurd. Sommige dingen passen wel, maar de meeste dingen niet. Vaultboy heeft moeten sneuvelen, dus die gaat er dan maar gewoon buiten staan. Ik denk dat we misschien nog wel hier ergens erin kunnen boren. Ja. Maar dat was het
het dan in ieder geval voor deze video. Nogmaals, als je het wil weten, specs staan allemaal in de beschrijving en dergelijke. Je kunt altijd doorklikken naar onze jongens van Computer Bestel of doorklikken naar gamersnet.nl of whatever, waar we ook allemaal zitten. Ja. Maar dit was niet het laatste wat we zagen van deze ruimte en deze kast. Nee, we gaan hem ook nog eens mooi testen. En dat gaan we doen in de volgende aflevering, waarin we gaan kijken of dit ding ook daadwerkelijk VR draait. Johan heeft zijn headset er allemaal bij gepakt. Ja. Wat ik ook heel slim vind, is dat hij van die bumpers erop heeft zitten, want je ziet dat deze jongen tegen alle muren aan gaat lopen. Maar goed, dat gaan we dan zien in de volgende aflevering. In ieder geval, thanks voor dit, Johan. Zijn jullie er ook helemaal klaar voor? Ik hoop het. Jij ziet er al ready to go uit. Dus we gaan het zien in de volgende aflevering. Tot snel! Tot snel. Yay. Duimpjes omhoog en tot kijk.